Yo mensen, welkom bij een nieuwe filmpje van Louis Hart. De eerste filmpje van 2020. Ja. Dus er gaat weer een nieuw project aan komen natuurlijk. Basjan heeft nog een hele standaard Thomas staan. En die gaan we uiteraard weer helemaal opvoeren. Nieuwe cilinder, carburateur. Uitlaat. Overdruk op, uitlaat. Dus wat we nu gaan doen is alles bestellen op Thomas Parts. We hadden ook al gezien dat ze... Hier, kijk maar even. Ze hebben nu ook een app ervoor. Hier zo. Even gedownload voor de grap. Op zich wel handig. Kan je maar vanaf je telefoon bestellen. Het is eigenlijk precies hetzelfde als de hele website, maar dan heb je hem al gewoon op je telefoon. Dan kan je direct bestellen. Dus dat gaan we voor volgende keer ook doen. We doen het nu even op de PC, omdat we best wel veel moeten bestellen, zeg maar. Yes. Dus we gaan even laten zien wat je allemaal nodig hebt om een Thomas even goed hard te laten gaan, zeg maar. Zoals wij het altijd doen. Yes, we gaan deze keer, we hebben dit project natuurlijk al een keer eerder gedaan. Alleen deze keer gaan we hem nog beter doen voor jullie. Nog meer erop ingaan, nog meer uitleg geven. En ja, het project wordt helemaal van begin tot eind gaan we het filmen. Dus let's go. Oké, we gaan nu even alles bestellen. Ik heb een klein lijstje gemaakt wat we nodig hebben. We beginnen even met de motor natuurlijk. Nou, zullen we beginnen met de cilinder? Jop. Oké. Nou, we gaan natuurlijk voor 65cc. Oké, 65cc. Wat zullen we allemaal bestellen? We weten nog niet hoeveel rot die is van binnen. Nou, je kunt hem laten. Nee, we weten inderdaad nog niet hoe verrot of hoe goed het blok nu is. Dus we weten niet of de tapeindes verrot zijn, zeg maar. Wat je ook kunt doen, je kunt hem ook laten afwerken. Dan worden alle poorten helemaal netjes afgebrand. Dat is wel iets wat je zou kunnen doen. In dit geval gaan we dat niet doen. Even kijken, we doen sowieso even die de naaldlager. Dat is altijd een goed idee. De packing set natuurlijk. Nou, dit kan je dan doen als je hem zwart wil spuiten, als je hem niet wil opvallen. Nou, dit is dus een tap-eind setje. Nou, die van de uitlaat, dat is sowieso een goed idee. Dat doe ik zeker. Nou, tweetakolie hebben we al. Oké. Een hoge druk op. Ja, cilinder hebben we dus. Gaan we nu even een cilinderkop doen, want als je een standaard kop doet, dan... Kijk, is 50, dit is hem. Nou, dit is een hoge druk cilinderkop. Dat is handig voor 50cc. Heb je iets meer koppel. We bestellen er ook even een koppakking bij. Dat is altijd handig. Zo. Oké, nou de cilinder is nu klaar. De zuiger zit er trouwens ook bij. De piston pen, circlips, zuigeringen, veer, alles zit erbij. Oké, nou dan gaan we nu even de inlaat doen. Dan gaan we weer de motor delen. Zullen we eerst wel even de carburateur. Ja. Kijk, we willen 15 mm rijden. Je hebt 14,9 is standaard. Is standaard, ja, voor snor. En je hebt 14,12, dat is brom uit mijn hoofd. Dan heb je 15,15. En daarna heb je dan 19 en 21 mm. 16 heb je ook nog, zie ik trouwens. Maar we gaan voor 15,15 in dit geval. Daar hebben we veel ervaring mee. Is gewoon een goede carburateur, goede prijs ook. Nou, daarbij moet je ook een ander spruitstuk hebben. 15 mm. Want deze is groter dan je standaard. Nou, wat makkelijk is om ook spruurtjes mee te bestellen. Je hebt allemaal pakketjes, spruurpakketjes. En dan kun je hieronder even kijken. Nou, pakket 1 is met deze mate, pakket 2 met deze mate. Nou, we moeten even kijken wat handig is voor 50cc. Ja, we zitten eigenlijk tussen 3 en 4 in. Oké, nou, wij gaan zelf, omdat we geen powerfilter doen... Pak we pakket 3. Als je een powerfilter doet, krijg je meer lucht. Dus moet je meer brandstof hebben. En dan moet je dus groter. Maar ik ga geen powerfilter doen. Dus ik neem pakket 3. Vink ik die nog even aan. Pakket 3. En 15 mm spruitstuk. Oké, nou carburateur en spruitstuk is gedaan. Dan... membraan. Ja, gaan we nog even voor een snelle membraan kijken. Even kijken hoor.
Trouwens, bij de cilinder zitten ook al pakkingen voor het membraan, dus die hoef je niet meer los te bestellen. Oké, we bestellen ook nog een snel membraan bij. Het voordeel hiervan is dat die klepjes iets groter zijn en ze zijn van carbon. Nou, wat is het voordeel ervan? Als ze breken en ze worden opgezogen door je cilinder en ze komen tussen je zuiger en je kop in. Carbon, dat kan gewoon kapot en verbranden zonder dat je cilinder stuk gaat. Standaard heb je staal, of tenminste bij scooters heb je staal en dan gaat alles kapot. Nou, ik doe nog even 4 boutjes bij met ringetjes. Altijd handig om mee te bestellen. Altijd handig, zo. Oké, mijn braam hebben we er ook bij gedaan. Gaan we nu kijken voor een uitlaat. Nou, je kunt bij uitlaat kun je een paar dingen doen. Je kunt echt op performance gaan of je kunt op geluid gaan. Nou, geluid vind ik wel ook wel een dingetje, want als je, ja, je kunt heel snel gaan, maar als je dan net een hard geluid hoort, dan kan het irritant zijn. Staat hier aan links. Ja, zelf hebben wij heel vaak de Bullet gehad. Nou, een Bullet maakt een hard geluid, maar rijdt wel goed. Een Homewood, dat schijnt de snelste te zijn. En ook die teruglopers trouwens. Nou, de Boss die heb ik eerder gehad. Dat is niet de allersnelste, maar wel een goede uitlaat en lekker stil voornamelijk. Dat vind ik wel fijn. Je hebt hem chroom, maar ik wil hem zwart hebben. Zwart. En dan doen we nog even een... Kijken. Een uitlaatpakking. Yes. Versterkt ook. Zo. Nou, de uitlaat hebben we ook gedaan. Nou, gaan we nu naar de tandwielen en de ketting. Ja, ketting en tandwiel. Het zit nu natuurlijk een veel te groot tandwiel op, dus het heeft niet heel veel zin om met 65 cc ermee te gaan rijden. Dus we doen altijd het kleinste tandwiel, dan ga je ook het snelst mee. Nou, hoe kleiner de tandwiel is, hoe slomer je optrekt, maar hoe hoger je top weer is. Ja, maar ja, met 65 cc dan trek je best snel op. Het is makkelijk om gewoon een hele set te doen, dat is goedkoper ook. Dan heb je meteen voor en achter en een ketting. Nou, we kunnen nu kiezen. 22 achter is standaard voor een bromfiets. Je kunt ook 26 doen, dan trek je harder op, maar is je top wat lager. Maar wij hebben wel goede ervaring met 22. Dus dat gaan we ook doen. Of een A-kwaliteit willen? Nou, nee in dit geval. Dat ook niet. Standaard voortand dus 26 trouwens. Die moet je ook gewoon houden. Alleen achter moet je aanpassen. Kettingpons hebben wij al. Nou, bouten zetten is allemaal nog goed. Voortand wel moer, kettingspray oké. Nou, dat is dan de ketting. Ik ben één ding vergeten zie ik en dat is de bougie. Nog even een vers bougietje erin. Welke ook alweer? Van hoge. Oké, we gaan even een bougie bestellen. Het is zeg maar zo, het staat er ook bij hè. Hoe hoger het nummer is, hoe lager de temperatuur is. Hittegraad 7 wordt gebruikt voor 65. Hittegraad 8 voor 70, etc. Dus we nemen één bougietje en hittegraad 7 erbij. Nou, we hebben nu alles besteld. Om de Thomas op te voeren. Goed op te voeren. Dus hier, cilinder. We hebben wat spulletjes bijbesteld. Je gaat het allemaal zien als het binnenkomt. De hoge drukkop. Carburateur 1515 met een spruitstuk. Een snel membraan. De Boss uitlaat. Tandwielen set. En de bougie. Dit is in principe wat je nodig hebt om je Thomas van sloom naar goed snel te krijgen. Dus we gaan hem nu even betalen. Nou jongens, we hebben nu alles besteld voor de Thomas. Gaan we even snel betalen. Oké, nou je kunt het gratis laten bezorgen. Of we kunnen het ophalen, maar we laten het gewoon bezorgen. Met Ideal. Van de bank. Dus we hebben besteld. Nou, het is maar één dagje wachten. Morgen hebben we het al binnen. En dan laten we het weer zien. Yes. Tja, we gaan morgen verder dan. We moeten nu wachten, dus we kunnen niet zoveel doen. Top. Nee, we zien jullie morgen. Yes.
Nou jongens, dag 2. Pakket is binnen. Pakket is binnen. Nog groot ook. Zoals gewoonlijk is het in één dagje alweer binnen. Yes. We gaan unboxen, kijken wat we allemaal bestellen. Nou, kijk wat we allemaal hebben. Dat is al mijn uitlaat. Wat hebben we allemaal voor moois? Het zijn misschien mijn schokbrekers. Ja. Ja, daar heb ik er toch nog maar even extra bij besteld, want die van mij die zijn helemaal lek. Deze zijn ook hoger dan de originele. Nee, je kan ze hoger. Ja, een stuk hoger. Hoger. De Lorto. Cabaretteur. Cabaretteur. 1515. Hey jongens, dit is dan met powerfilter, dat gaat gewoon een standaard op. 1515. Top. Ik ga hem niet openmaken, want hij zit helemaal vol met vet. Maar dit is een ketting. Een cilinder. Cilinder jongens. DMP. We zullen ook wel even alles in de beschrijving zetten wat we precies gekocht hebben. Kijk jongens. 65 cc cilinder met zuiger. Toppie. Toppie hè? Toppie? Pakking zitten. Yep. Uitlaat, oh, zie je, er zat ook nog een uitlaatpakking extra bij nog. Oh, en mijn braam en voor de cilinder. Yeah. Ook nog. Top. Mijn braam of zo. Okay. Nou, dat kan duren. 26 voor. 22 achter. 22 achter. Hou niet op, hè? Nee. Spruitstuk. Spruitstuk. ...15mm spruitstuk. Deze moet je nog wel even afdoppen. Ja. Een boutje. Hou niet op, jongen. Hoge druk op. Pakking erbij. Ja. Mooi. Koppakking. Hopseke. ...65 cc, hoge druk op. Mooi. Hier allemaal. Hier weer voor mooie spulletjes. Membraan. Boutjes voor de membraan. Yes. Met borgringetjes. Bougie. Bougietje. Dit gaat 7. Pakketje met sproeiertjes. Nummer 3. Snelle membraan. Met grotere kleppen. Ja. Ik ben benieuwd of je dat merkt. Ja, hè? Maar het is ook een uitlaatpakking nog besteld. Die is net iets groter en steviger. Dit zijn draadeinders voor de cilinder. Voor de uitlaat, zeg maar. Met moeren, ringen. Een naaldlager. Een zuiger. De zuiger. En als laatste de remschakelaar met stofhoesje. Nou, dat was het zo'n beetje eigenlijk. Oké, jongens, dat waren alle spullen. Die hebben we besteld bij Thomas Parts. Dus we gaan nu naar de schuur en dan... Gaan we alles erop bouwen. Alles gaat erop. Ja, volg het project. Abonneer, like, laat een reactie over. Of achter, sorry. Kijk even op onze Instagram pagina. Dan maken we ook foto's van het hele project. Yes. Volg ons. We heten Loeihard op Instagram. Linkje staat ook in de beschrijving.
Ja, en alle links van de onderdelen die we hebben gehaald, die zetten we ook in de beschrijving. Yes. Zodat jullie kunnen zien wat we allemaal besteld hebben. Want het is eigenlijk gewoon wat wij, ja, hoe noem je dat? Als wij een Thomas opvoeren, doen we het precies op deze manier eigenlijk, altijd hetzelfde. Ja, de spullen die we nu gehaald hebben, dat zijn deze. Ja, hadden we altijd eigenlijk dus. Yes. Nou jongens, we zien jullie in de volgende video. Dus ik zeg later. Later.